Maar omdat hij dat heeft, deden we hem na, om zo te zeggen. Dus eigenlijk gewoon ook voor een grap, hem nadoen. En ik kan je ook vertellen, ik was in de trein. En toen zei er iemand toevallig, weet jij op hoe je lijkt? Super tof dat je kijkt naar Gloednieuwe Vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik heb een beetje nog een schorre stem van het zingen van gisteren. Echt niet normaal hoe die sfeer was nogmaals. Herhaling vatbaar. Gekte. Eén kan ik wel vertellen. Gekte. Maar ja, wat ik nu ga doen is lekker koffie zetten. Toen ben ik al mee bezig. Toen heb ik een plaatsverplan. In plaats van één kopje koffie, druk ik op uitknop, dat is ook wel handig. Maar ja, wat ik ook ga doen is even koffie zetten. Koffie, radio aanzetten bedoel ik, dat wil ik zeggen. Oh, en wat is het nog, lekker nagenieten. Oh, heerlijk, gewoon dit. Nu maar even lekker koffie zetten, dus. Dus laten we even dat even doen. Lekker geniet van de bakje koffie. Ik ga alleen even nog even haren kammen. Dat moet ook even gebeuren. Zo, er zit iets in de weg van mijn shirt. En ook vandaag lekker gaan werken. Moet ook weer gebeuren. Al heb ik niet zoveel zin in, maar ja. Het scheelt, het is de laatste dag. Dus. Ik hoop dat het niet meer zo maar nog naar bier rijkt, want gisteren is er bier over me heen gevallen. Een paar gasten stonden bier te gooien namelijk. Ik ken ze niet, maar die zaten met bier te gooien. En ja, toen zat ik helemaal onder bier. Zelf mijn kleren. Maar ja, nu maar lekker wakker worden met een bakje koffie. Ja, heerlijk gewerkt vandaag en ik zie dat de kachel wat lager zat, ik zet wat kachel wat hoger. Het is best wel een beetje niet echt warm binnen. Maar wat ik nu ga doen is even lekker biken van gisteren nogmaals. En ik merkte alweer dat ik bijna mijn stem weer kwijt was. Maar wat was ongelooflijk mooie wedstrijd. Feyenoord tegen Oelsberg. Ik heb zo'n kaartje van de ticket, die heb ik zelf in de wc gehangen. Dat heb ik al bij mijn vader ook al wel eens gedaan. Allemaal leuke herinneringen van bewaar ik gewoon en maak ik, ga ik hang ik ergens op. Lekker vlog in de render nu, lekker muziekje aan en ik even bijkomen van ik zat lekker de hele tijd media te kijken. Oh, het was even bijkomen. Oh, maar even laatste dag werk en ik heb nu eindelijk lekker weekend. Heerlijk is dat en ik ga nu even nagenieten van de gisteren. En misschien zit ik er even te denken om even een samenvatting terug te kijken. Laat even weten of jij ook nog een wedstrijd bent geweest van de voetbal. Laat even weten in de reacties, ben ik benieuwd naar. En discussie eigenlijk. Bijlo, de keeper van Feyenoord, die had gisteren rood gekregen. Wat vinden jullie voor mensen die gekeken hebben? Laat even weten in de reactie of jij het terecht vond of onterecht. Ben benieuwd naar, laat even weten in de reactie. Ben gewoon er benieuwd naar. Dus. En wat ik ook wil weten is, wil zeggen. Waarschijnlijk dat jullie hebben gezien dat ik in het stadion een stickertje op mijn neus had. Of een plakketje, wat dan ook. Daar kan ik je reden aan geven. Er is een voetballer heet Trauner. Die heb een soort van plakketje op zijn neus. Waarom? Geen flauw idee. Maar omdat hij dat heeft, deden we hem na, om zo te zeggen. Dus eigenlijk gewoon voor de grap, hem nadoen. En ik kan je ook vertellen, ik was in de trein. En toen zei er iemand toevallig, weet jij op hoe je lijkt? Op Albert van Foute Vrienden. Oké, maar ik kende hem eerst niet. Maar ik kende toen wel Foute Vrienden, ken ik wel toevallig. Maar en toen ging diegene helemaal ophalen. En toen op het moment in de trein zaten,
werd er gezongen. Albert, want zo heet hij. En op het moment werd gezongen van Albert moet een liedje zingen. Hi, ha, hoi. Ja, ik weet niet wie het bedoelde, dus dat was ik. Dus ik moest een liedje zingen in de trein. Dat was ik eigenlijk helemaal vergeten te melden, maar ik was zo moe van gisteren dat ik even de verhaal niet kon bij neerleggen om te vertellen. En ik ging natuurlijk een liedje zingen en daarna... I love you Albert, we do. Nou, geweldig is dat. Wordt er helemaal voor me gezongen zelfs. Dat heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Een zo mooi moment. Niet alleen dat moment naar me toe gezongen wordt. Ja, ik heb wel eens gezongen dat er gezongen wordt naar mij. Maar niet voor heel, heel, heel grote mensen. Ja, een paar. Maar gewoon bizar van woorden. Niet normaal. Onbeschrijfelijk. En ik ga nu maar even daar lekker lunchen. En ik nogmaals... Fantastische avond gisteren. Niet normaal. Herhaling vatbaar. Blij dat ik heb gefilmd. Alleen één ding wat ik niet heb, jammer vind dat ik niet heb gefilmd is in de trein. Maar ja, achteraf was ook wel iets leuks, privés. Oh, ik heb een paar dingen gedaan. Ik ga douchen en toen ben ik ineens een beetje moe aan het worden. En toen ben ik gaan slapen. Eerst gedouchen, toen een beetje slaapreurtje en nu pas wakker. Het is al bijna 7 uur. En... Gaia heb ik eten gegeven, al dat wel. En nu maar even. Dan ben ik heel fijn met wedstrijd terugkijken van gisteren. En ik ben even bij, gewoon helemaal bij aan het komen van gisteren. Zo, klinkt een beetje te vroeg. Maar helemaal bij aan het komen van gisteren. Oh. Ik merk gewoon aan mezelf dat ik af en toe terugval heb dat ik mijn stem kwijt ben. En ineens is weer terug. En dan stem kwijt en weer terug. En op en neer. Ik voel een soort van droogte in mijn keel dan. Dat is heel raar. Ja, dat beetje... Een soort van dat vastzit dat mijn stem weg is. Maar ja. Het happens. Maar dan neem ik een slokje drinken en dan is mijn stem weer helemaal weer normaal. Dus... Ja, ik kan niet hard moeten gillen eigenlijk in het stadion. Maar ja, ook wel logisch. Want kan je kijken wat de sfeer wat er is geweest. Oh, het is onvoorstelbaar. Ik kan de hele tijd blijven hebben. Maar ik vind het gewoon geweldig. Hele mooie. Maar dadelijk ga ik ook een voetbalwedstrijd kijken. Dat is, even kijken. Welke eigen wedstrijd het is. Volgens mij NEC dacht ik. Maar dat weet ik niet zeker meer. En de Eredivisie club, maar ja, die ga ik niet zoveel echt volgen. Wat ik al dacht, NEC tegen PEC. Oh, dat wordt een leuke potje. En ADO moet ook vanavond, zie ik ook nu. Excelsior. Ik ken iemand toevallig bij Feyenoord. En die stond recht voor me. Die mevrouw ken ik persoonlijk. En die zei, ik zat al de hele tijd wat te kijken. Het is een bekend gezicht. Dat is zo eigenlijk een jongen van ADO. Nee, dat is er vast niet. Het lijkt er misschien op. Maar nu, ik heb het al vaak, ga ik juist wel op af. Maar het is diegene niet. Dus nu denk ik van, weet je, ik ga niet op in. Ik merk het vanzelf wel. Als je me kent of niet. Dus. Maar ja, ik ga even de wedstrijd terugkijken van Feyenoord nog. En ja, ik vind het even wel mooi om terug te kijken. Daarna, voetbal, laat het beginnen dus eigenlijk. 8 uur of niet? Voor mij 8 uur, hè. En ik ga denk ik sowieso vanavond op tijd slapen. Ja, 8 uur. Want ja, als word ik alleen, ga ik weer les van nu laten maken. En morgen weer. En dan word ik van maandag word ik dan heel moe wakker. Daar heb ik geen zin in. Vandaar dat ik vandaag heb proberen ritme te maken om op tijd te slapen. Ik denk dat ik juist in een weekend wekker om 8 uur of 8:30 ga zetten. Ik denk 8:30, dat is een mooie tijd. Want dan kan ik juist wakker worden. Ja, daar. Ik moest dat even te zoeken. Dus ga ik dat sowieso even doen. En het is wel even lekker. Gewoon een keer gewoon op tijd wakker, gewoon een ritme. Want dat had ik bijna nooit. Dus vandaar. Ik ga het even een keer proberen. Ik hoop dat het lukt.
gaat zien. Zo, ik ben helemaal bij je, een beetje nog bij je komen van gisteravond. Nu maar lekker vast klaarmaken om naar bed toe te gaan. En nu maar lekker slapen. Net lekker een wedstrijdje gekeken. NFC Pack. Terwijl dat Pack heeft verloren. Maar ik ga nu klaarmaken om lekker naar bed toe te gaan. Deze dag was echt helemaal bijkomen van hele van gisteravond eigenlijk. En ik ga nu lekker een beetje induiken. Ook hier gelijk de vlog afsluiten. Al is deze vlog wat korter dan normaal. Excuses ervoor. Maar ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Of zo tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in een goede vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij. Laters.